Hoi allemaal, ik ben Marije en ik heb heel erg veel nieuwe abonnees. Dus ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben Marije, ik ben 17 jaar oud en ik maak video's op YouTube. Als je dat leuk vindt, ga even abonneren. Dat kan op de rode knop hieronder. Vandaag ga ik iets doen en ik ben super excited. Want ik had vroeger de Sims 2 met alle uitbreidingspakketten. En toen heb ik het per ongeluk verwijderd. Echt, why? En toen had ik de Sims 4, zeg maar, soort van illegaal. Maar toen heb ik het verwijderd. Weet ik ook niet waarom. En nu heb ik het gekocht. De officiële, de echte, met zwembaden. En ik ga het gewoon spelen. En ik kon vroeger hele goede huizen bouwen. Echt super mooi, weet je wel. Net als in die tutorials. Dus ik ga vandaag gewoon een poppetje aanmaken. En een huis bouwen. En gewoon een beetje beginnen met spelen. Ik denk niet dat er een serie van gemaakt gaat worden. En ik ga echt niet helemaal het leven doen en zo. Want ik ben gewoon geen gamer. En ik vind het gewoon leuk om één keer te doen. Het wordt heel erg veel aangevraagd. Dus ik dacht, let's do this. Oké, ik ga nu gewoon even een poppetje aanmaken. Dit zal ik even doorspoelen, want dit is waarschijnlijk niet zo super interessant voor jullie. Ik ga gewoon een poppetje, ik doe gewoon even een random naam. Ik doe wel een vrouw. Because I'm a woman. Ik doe gewoon even random dingen. Charlotte, nee. Eva, Audrey, Charlotte, Valerie, Lieke. Ik vind Valerie wel leuk. Oké. Kuipers. Valerie Kuipers. Ze heet Valerie Kuipers. Ze ziet er niet zo uit. Ik doe even randomizen. Ik zal eventjes er doel invullen. Wat zullen we doen? Creativiteit vind ik wel leuk. Uitzonderlijke schilder. Muzikaal genie. Succesvolle auteur. Laten we schilder doen, want dat is leuk. Want dan gaat ze ook schilderijen maken en in haar huis ophangen. En eigenschappen natuurlijk creatief, want anders gaat ze natuurlijk niet schilderen. Ze is actief en kunstliefhebber hoeft niet per se. Ik doe gewoon op familie gericht, want dat is natuurlijk altijd goed. Oké, loop je gewoon, want anders is het een beetje overdreven. En ik ga nu gewoon even een poppetje maken en dan zien jullie me zo terug. En dan zal ik laten zien wie het is en bla bla. Tot zo. Valerie Kuipers is af. Zo ziet ze er in haar dagelijkse outfit uit. Gewoon een shortje, een schoenen, een shirtje. Gewoon saai eigenlijk, wat ik er ook gewoon heel vaak draag. Met formeel heeft ze een langere jurk aan. Niet zo heel erg ingewikkeld, gewoon simpel. Sporten. Ja, gewoon zo'n sportoutfit ding. Slapen, gewoon zo'n sport, ja, soort van broekje. En een hemdje, niet zo heel erg ingewikkeld. Als jurkje voor bij feestjes heb ik deze. En zwemkleding, gewoon een zwart bikini. Want zwart is altijd goed, hè jongens? Laten we gaan spelen. Oh, dan kunnen we nog een foto uitkiezen. Wat is leuk. Model. Oké, we gaan nu naar de stad. En dan gaan we een huis uitkiezen. Nou ja, we gaan een stuk grond uitkiezen. Want ik ga zelf een huis bouwen. En ik ga niet zonder cheat, want ik ga wel een cheat gebruiken. Pottenmakersheuvel. Of gezegend modderpoel. Nou, klinkt ook leuk. Waar zal ik gaan wonen? Wow, het is hier ook meteen 5.500 euro. En deze is 2.500 euro. Laten we naar de pokken maar. Pottenmakersheuvel gaan. Oké, ik ga dus zo meteen wel een cheat gebruiken. Waarbij je geld kan krijgen, zeg maar. En dan ga ik gewoon een huis bouwen. Dat vind ik eigenlijk gewoon een van de leukste dingen aan de Sims. Een huis bouwen. Ik vind het echt genieten, jongens. Oké, we zijn er. Ik zet hem meteen op pauze. Een cheat ga ik eventjes aanmaken. Hoe doe je dat ook weer? Modderlood was het volgens mij. Plus 50.000 euro, jongens. Ik doe hem gewoon even een paar keer. Zo, nou, 3 is wel genoeg. Nou, dit is het stuk grond. Wel leuk. We hebben een riviertje ernaast. En we hebben wat buren. En nou, laten we wat gaan bouwen. Let's go. Ik ga eerst even die brievenbus even wegdoen. En ik maak het graag middag. Want dan is het licht gewoon mooi, weet je wel. Perfectionistisch. Ik denk dat ik gewoon weer een huis ga bouwen zoals ik het altijd doe. Zodat jullie gewoon kunnen zien hoe ik dat doe. Ik ga niet een tutorial geven of zo over hoe ik dat ga doen. Ik ga gewoon een huis bouwen. En misschien dat ik hem even doorspoel. En dat ik hem misschien stuks uitknip. Nou, nu doe ik echt maar wat. Ik zorg meestal wel dat ik 3 van die hokjes aan de zijkant nog over heb. Zodat ik zeg maar mijn stopbord is trouwens zeg maar. Ik weet niet of jullie dat doorhebben. Ja, nou, goed verhaal. Ik ga gewoon wat bouwen en dan spreek ik jullie zo weer. Ik zet lekker gewoon mijn muziek aan, dus dan weten jullie dat ook meteen.
Dit is echt mijn favoriete nummer, jongens. Ik ga hem los. You got two black eyes, you love them too hard. And a black card that matches your blackest soul. I wouldn't change it. Oh, wouldn't ever try to make you leave. No. Even tussen het karaoke door. Ik heb nu zeg maar gewoon hoe het huis er zeg maar als zo uitziet. Dit is zeg maar gewoon de buitenkant zonder verf en gedoe. Dus ik ga nu gewoon lekker verf erop kwakken. Oh, dat klinkt heel fout. Ik ga nu zeg maar de daken verven en daarna de muren. En dan wordt het één mooi geheel, jongens. Weet je wat wel leuk is? Dat ik echt pro ben in huis bouwen. Maar spelen doe ik echt bijna nooit. 2 hours later. Volgens mij heb ik het huis nu wel een beetje af. Aan de buitenkant dan. Ja, ik denk dat ik zo even lekker ga inrichten. Oké, ik heb een beetje koud gekregen, dus ik heb even een dekentje gepakt. Ik heb het huis af. Ja, we zullen even ermee gaan. Oké, je komt het huis binnen, dan heb je hier zeg maar een soort van kapstok. Met kapstok, schoenenrek, weet ik veel wat, blablabla. Dit is de ingang. Ja, eigenlijk moet hier nog iets, maar ik weet niet wat. Hier heb je zeg maar een leeshoekje, staan boekenkast en een bank. Dan kom je in dit gedeelte en hier is de keuken. En ik heb hier een stukje aangemaakt, dit is namelijk de badkamer. Je ziet hier in de hoek een wc, daar wat handdoeken hangen en daar heb je de wastafel en een handdoekenrekje of zo. Dan heb je hier de eettafel. En hier heb je een studeerhoekje met een computer en van alles en nog wat. En daar heb je een schildersezel, want ze willen natuurlijk goed kunnen schilderen. Dan hebben we hier in het hoekje hebben we lekker schaken. Wat ik nooit van mijn leven kan, maar dat maakt niet uit. En hier hebben we een tv-hoek, maar ik ben er nog niet echt tevreden over. I don't know. Ik twijfel een beetje. Ik haal opeens een muur weg. Oké, hij staat er weer. Nou, dan gaan we lekker de trap op en dan gaan we naar boven. Dan hebben we hier wat boekenkasten. Wacht even, dit is niet handig. Boekenkasten. Hier hebben we ook weer een schaaktafeltje, want ik moest gewoon wat neerzetten daar, want anders was het een beetje leeg. Dan een kleedje met een, ja, een tafeltje met wat boeken. En hier komen we ook weer in een studeerhoekje. Deze heeft 2 boekenkasten en een soort van hoektafel. Met computers en een schilderij van een man in een badjas die pannenkoeken eet. En een bank, weer schildersezel, want ja, ze is een kunstenaar. Hier heb ik een kamer, hier heb ik nog niks, maar misschien wordt dit een logeerkamer. Of misschien als er ooit iemand komt intrekken, een kinderkamer of zo. Nou, hier hebben we een sportkamer, want ze is natuurlijk heel actief. Dus we hebben wat sportdingen en de badkamer. En die heb ik lekker simpel gehouden, lekker zwart. Wacht even. Dit moet nog even wit. Zo. En als laatste de slaapkamer. Hier is er bed. Lekker 2 persoons, lekker groot. En dan heb je hier een soort van kledinghoek. En dit vind ik altijd zo leuk. Dit wil ik echt in mijn eigen huis. Gewoon een soort van inloopkast met een hele grote spiegel. En zo'n zitbankje en schoenen en kleren en een kledingkast. En van alles erop en eraan. En dan vanuit haar kamer kan je naar het balkon. En er staat een barbecue en een klein tafeltje en een bankje. En aan de voorkant, als je vanuit de sportkamer komt, zeg maar, heb je een barretje. Vet leuk. En een bankje hier. Dan kan je uitkijken op de voortuin of zo. En als je weer naar beneden gaat, heb je hier, als je uit de woonkamer stapt, heb je een klein zwembad. Waar ik nog eventjes een trapje moet doen, anders kan je er niet in. Haha, I'm so stupid. Ik denk dat ik niet ga spelen, want deze video is volgens mij echt al meer dan een uur. Nee, dat is overdreven. Maar ik denk dat deze video wel, ik zie er echt niet uit. Wat doet dit? Oké. Ik denk dat deze video echt al 20 minuten duurt of 10 minuten of zo. Dat vind ik best wel lang. Dus ik denk dat ik gewoon misschien een deel 2 ga maken waarin ik een beetje ga spelen. Maar het gaat geen serie worden, want ik ben geen gamer. En ik kan ook niet gamen en dat. Ik hoop in ieder geval dat jullie dit leuk vonden. Zo zien jullie een beetje hoe ik huis bouw in Sims. Ik kan geen verleidelijke titel als in, wow, in de eerste aflevering van de Sims staat mijn huis in de fik. Maar ik hoop dat jullie het alsnog leuk vonden. Doe een duimpje omhoog of zo. Doei!